Hoezo is dit de upload-snelheid? Oké, dus ik was even op AliExpress en ik was even aan de rond gaan kijken, gewoon voor drones toen voorheen. En toen opeens kwam ik ook deze tegen. Ik weet niet hoe ik erbij kwam, maar ik was geïnteresseerd. Want ik dacht van 2,50 euro wifi-antennen, dat kan niet zo goed wezen. Ik heb zelf aan mijn eigen computer heb ik een wifi-kaart in zitten van ongeveer 30 euro, 40 euro, zoiets. En ik dacht van, wat kan een 2,50 euro antennetje nou voor je doen? Het is een USB-antenne, dus het is letterlijk gewoon plug-in en verbinden met je netwerk en klaar. Dus weet je, we gaan het even uittesten of hij daadwerkelijk goed werkt. Je kan trouwens ook draaien als je dat wil. Je kan het zo gewoon doen, maar je kan ook zeg maar zeggen dat je een slagje even draait en dan kun je hem zo doen. Dat is net hoe je dat wil hebben. Ik kan alleen naar die andere kant wil niet, maar het kan draaien, dus dat werkt. Dus om nu even inpluggen in de computer, dan doe ik er gewoon even zo erin. Top. Dus zodra je hem ingeplugd hebt, zul je zien dat hij een wifi adapter toevoegt, genaamd de 802.11n USB Wireless LAN kaart. De tweede die ik heb, dat is een andere wifi kaart. Die gebruik ik nu niet, want ik zit op een kabel. En ik heb natuurlijk de kabel zelf. Die ga ik eerst ook even uitzetten. En nu, als je ziet rechts onderin, ik heb al ingelogd natuurlijk bij de wifi router. Heeft hij gewoon wifi. Je kunt er gewoon mee verbinden en klaar. Het is voor me wel een ouder systeem dan de netwerkkaarten van tegenwoordig. Dus ze zullen wat minder efficiënt en snel wezen. Maar het werkt. Hij is mee verbonden. Dus dan gaan we even speedtest. Dus normaal is 55 om 10. En nu doet hij ongeveer 40 om 10. Dus zoals je ziet, met 1 meter afstand pakt hij ook al niet volledig de snelheid op. Ik zal zometeen even veranderen naar mijn op kabel. Dan weet je precies hoe snel die daadwerkelijk kan. En dan zullen we het verschil even zien, op dit afstandje tenminste. Dus we hebben nu 40 om 6,5. Dus als ik nu even ga veranderen naar mijn kabel. Dus ik zal hem even uitzetten, de wifi. En dan zal ik weer even op een kabel gaan. Dan test ik weer even opnieuw. Even wachten. Ja, het heeft even geduld nodig. Geduld is een schone zaak, zeggen ze volgens mij. Dus nu, 60 zelfs. Kijk eens, is nog een stukje sneller. 7 ping, dus de ping blijft gelijk. En de upload speed, voorheen deed hij wat sneller. Nou ja, nu gaat hij ook trouwens wat zakken. Dus 7 MB. Misschien is je zusje nog boven bezig met dat mobiel met van alles. Dat zou ook nog een mogelijkheid kunnen wezen. Maar hier kun je een beetje indicatie krijgen dat de upload speed gaat op zich prima, gelijk aan. Alleen de download speed is wel veel minder. Nou is dit op 1 meter afstand, wat letterlijk geen zak is. Dan gaan we even naar een andere computer. Je zou gaan zeggen, omdat hij daar al op een meter afstand al veel lager ging, dat hij hier waarschijnlijk helemaal laag gaat. Dus laten we gewoon even kijken. Dus wifi, TP-Link met de wireless LAN-kaart. Hetzelfde als wat we daar op mijn eigen computer hadden. Dus dat klopt. En netwerkkabel is niet aangesloten, dat klopt ook. Want hier draait hij niet op de kabel. Dus dan gaan we deze even draaien. Oké. Hij wisselt wat. Hij heeft er zo'n beetje twijfels in. Hij is niet zeg dat hij op één getal blijft staan. Dat doet hij volgens mij ook bijna nooit eigenlijk. Maar de snelheden. What the fuck? Wat? Dit kan niet kloppen. Hoezo is dit de uploadsnelheid? Dat klopt voor geen meter. Speedtest, what the fuck. De downloadsnelheid kan ik nog bij vinden. Maar de uploadsnelheid 27. Zo hoog is het pakket niet eens hier. Het pakket is volgens mij hier 60 om 10 of zo. Weet je wat? Het is niet dit. Ik geef opnieuw. Want ik. What the fuck. Dit kan niet. Don't fuck. What the fuck. Hoezo dan? Ik snap er niks van. Hij is. Dus, wil je uploadsnelheid versnellen boven je bundel, kan jij deze USB-kaart gebruiken. Ik gebruik ook een speedtest. Ik snap niet hoe. Stil! Oh, fuck. Ja, is je maat te kijken. Ja, oppassen jij het, Weary. Kijk daar, hè. Oude smiecht. Ja, snel wegkijken, hè, voor de camera. Maar oké. Uploadsnelheid snap ik geen zak van.
Ga er maar vanuit dat hij het ongeveer een beetje gelijk blijft als hij moet. Ik snap niet waarom hij dit opeens doet. Ik weet het niet. Dit is echt raar. Heel raar, want mijn computer daar zit gewoon direct op een kabel. Die zou het snelste moeten hebben. Ik snap er niks van. What the fuck? Oké, nou, dan gaan we nu nog even testen of hij soepel draait met gamen. Want ja, weet je, vroeger gamede toen op een wifi USB'tje. Toen ging het nooit soepel. Dan was het altijd hakerig en was allemaal kut. De ping is goed, dus dat, ik vermoed dat het gewoon goed draait. Alleen je weet het maar nooit. Oké. Weet je, het werkt. Ik zal nog even 2 kills proberen te krijgen. Ik ga ze afmaken. Let maar op. Hier, dat is die eerste man. Hup, dat is 1. Dan wil ik een dikke headshot hebben hier. Zit zeker achter mij. Het zou weer zoiets wezen. Hallo? Oh, wim! Zeg je niet? Oh, die heb je wel gefocust, toch? Ik ben een god. The god of the... Ah, oh, ik had een mijne. Als hij me niet had neergeschoten, deze gast, dan had ik hem gehad. Maar uiteindelijk, die shit werkt. Best wel goed trouwens. Het werkt hartstikke goed. Internet snelheid gaat ermee omlaag. Je kan er prima mee gamen. Dus als jij ergens zit in huis, je hebt geen zin om een netwerkkaart te halen, of het is een tijdelijke oplossing, kun je dat ding gewoon erin pluggen. En hoef je geen kabels te leiden naar je computer, weet ik veel wat door het huis heen. Want je moeder zit weer te schreeuwen van, dat wil ik niet. Dat is altijd mijn ervaring geweest. Dan is dit een hele mooie oplossing voor €2,50. Maar ja, dat is de video. Doe ermee wat je wil. Link staat in de beschrijving als je die dingen wil halen. Evenals de netwerkkaart die ik nu in de computer heb. En dan zie ik jullie allemaal weer in de volgende video. Tot de volgende keer.